Ik ben Florentijn Hofman, beeldkunstenaar. Toen ik de opdracht kreeg van Schiphol, toen dacht ik, yes, dit is het. Ik wil gewoon hele grote, zachte beelden maken waar mensen op kunnen zitten en zich laten knuffelen door huisdieren die in de grote woonkamer van Schiphol liggen. De kat en hond die komen op Holland Boulevard te liggen in de woonkamer van Schiphol. Tussen de chillende, wachtende reizigers. En om dat ook nog eens te benadrukken hebben we een huid als tapijt genomen. Wat ook weer de huiselijke sfeer een beetje benadrukt. Dat is wol overigens, 100% brandvertragend. En ook heel mooi schoon te houden. En dan hebben we altijd een voorbeeld natuurlijk in huis om te kijken hoe dat er nou precies eruit ziet. Het is een fijn model om te hebben. Dat is het testteam. Het moet hufteproof zijn, zoals we in Nederland zeggen. Hè? Dus er moeten 10 mensen of 20 mensen op kunnen zonder dat er iets kapot gaat. Gaat het een beetje goed met testen? Nee. Nee? Nee. Waarom gaat het niet goed? Ik kan de flikvlak er niet op. Nou, dat nemen we mee voor de volgende keer. Reizen is voor mijn gevoel ook vooral thuiskomen. En als je thuis komt, dan zijn er altijd dieren die gewoon op je wachten. En ik denk ook dat mensen erop gaan liggen, zich laten knuffelen. Dat is ook een beetje de bedoeling. Dus niet dat jij knuffelt, maar dat je ook geknuffeld wordt.